Van Polen of Bizot? Oh, Bram van Polen. Dankzij deze gemiste penalty komt AZ dinsdagavond uiteindelijk goed weg tegen PEC Zwolle. Nou, je moet eerlijk zijn, en dat probeer ik altijd te zijn na een wedstrijd. Dat je een wedstrijd als deze in de 86e minuut een strafschop tegenkrijgt. Ja, dan hou je rekening mee dat, zeker met Van Polen, omdat hij bijna altijd scoort, dat je die wedstrijd ook wel eens kan verliezen. Van der Brom komt dus leven met het resultaat. Maar laten we nog even teruggaan naar de oorzaak van die strafschop. En dan komt er geel voor Hatsiriakos. En de penalty is er. Wat een schande. Eens even kijken. Daar gebeurt iets. Ja, hij wordt vastgehouden en dan gaat hij liggen. Ja. Ik word van achter geraakt en scheidsrechter zegt ik zie dat er contact is. Dus ja. Echt. Belachelijke strafschop. Pantelić zei dat hij werd geduwd en dat hij eigenlijk tegen hem aanviel. Ik heb hem net toevallig. Maar... Zullen we het maar niet meer over hebben. Maar zuur was het wel geweest als hij erin was gevlogen natuurlijk. Ja, zeker. Zuur. Zou heel zuur zijn. Want we vechten denk ik de hele wedstrijd lang om kansen te creëren. Ik denk dat het best wel een open wedstrijd was en om leuk naar te kijken. Namli en een Bizot rebound zit erin. Het is geen buitenspel. Dus Ondaan scoort en Zwolle leidt. Zo. Veel beweging voor het doel. Bal verlengd en ingekopt ook. En niet door de speler waar je dat nou van verwacht. Alireza Jahanbak scoort met het hoofd. PEC Zwolle AZ was een heerlijk voetbalgevecht. Twee ploegen die wilden voetballen en streden voor de overwinning. Het was een heel leuke wedstrijd. Het ging over en weer. Technisch vaardige spelers. Die heb je ook nodig op deze ijspiste, wou ik bijna zeggen. Want, was het zo slecht? Ja, het was, ja, komt dat natuurlijk, is ook logisch. Het is kunstgras wat aan het opvriezen is. Ja, dan weet je dat dat spek glad is. Er lag veel ruimte op een gegeven moment. En dan moet je. Nou, natuurlijk is het dan een stukje zwaar. En dan moet je doorheen slepen. En hier zit die bal er bijna in. En ik heb de jongens een compliment gegeven. En dat moet ik ook naar de jongens van Zwolle. Dat je ondanks deze omstandigheden dan toch een wedstrijd als deze kan neerzetten. Dat vind ik heel knap. En daarin zijn wij vol de strijd aangegaan om een resultaat te halen. En ja, met een beetje geluk zat het erin. Maar met een beetje geluk hebben we ook een punt gepakt. Dus zo is het helemaal. Saai was dit toch allerminst.